Het ministerie van Financiën is verrast door de koppeling van de nieuwe tarieven door de terminal operators op de Jules Sydney haven aan 100% douanecontrole van containers. De meerkosten die aan ondernemers worden gevraagd, werken ongetwijfeld door in de prijzen voor de consument. Zo stelt het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht. Uit een onderzoek op last van minister Gilmore Hoefdraad van Financiën blijkt dat de douane geen enkele bemoeienis of invloed heeft gehad op de tariefstructuur. Het bepalen van tarieven is immers een aangelegenheid van de scheepvaartagenten en hun terminaloperators enerzijds en tussen de operators en hun klanten anderzijds. Het ministerie heeft daarom besloten de bona fide ondernemers tegemoet te komen door aan de douane instructies te geven om vanaf vandaag een zodanige controlesysteem toe te passen waardoor bona fide importeurs en exporteurs niet geconfronteerd worden met de verhoogde kosten. Tegelijkertijd zal onverbiddelijk de groep malafide handelaren hard worden aangepakt, aldus het Nationaal Informatie Instituut in een persbericht.